Moeder, begrijp ik, hè? Ja, dat hopen. Hij is donker. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Misschien twee vaders of iets dergelijks. Ja. Hey, vertel eens hoe jij heet, dat de mensen dat goed weten. Ik ben Lara. Jij bent Lara. En ik ben Dagmar. Oké. Nou, jullie weten wat er te doen staat. Die 44 auto's, daar hebben jullie allemaal een telefonische verbinding mee. Ja. En we gaan nu naar onze eerste gast toe lopen. Veel succes aan meiden. Ja, Oké. Jullie weten hoe een telefoon werkt? Ja. Prima, ja, je kijkt nog een beetje verschrikt. En onze eerste gast is net terug, zeg maar, uit de studio. Want hij heeft net verteld hoe het weer was, hè? Dat is juist, ja. Dag John Bennett, hartelijk welkom. Graag. John, vertel eens, hoe was het weer? Wordt het wat vanavond? Houden we het droog hier we houden het niet helemaal droog. Het sputtert een beetje en het gaat harder regenen. Er komt dus een depressie over, maar die depressie die vagen we even weg. Hè? Ja. Bedoel, daar denken we nu even niet aan. Als ik jou het goed onthouden? Ja, nee. Je kunt er niet aan denken. Als ik jou zie, denk ik zeker niet aan depressie. Oké. Heel goed. Hey, leuk dat je even wilde komen. Yeah. John, hier zitten de 44 in en jij moet een keuze gaan maken, een bakje openmaken. Hmm. Daar zit het nummer in. Dat correspondeert met een auto. Dan gaan we uitzoeken waar de auto zich bevindt. Ik zou zeggen, heb je een gegevens bij? Nee, dat hoeft niet. Dat gaat zo. Nee. Geen schroeven naaien en zo. Zal ik deze pakken? Ja, je kan ook die pakken, maakt niet uit. Ik kan nu nog terug. Ik vind deze. Dat is een mooi. Die zal eens even laten zien. En hier moet iets in zitten. Ik hoop het wel, tenminste. Die zullen we weer terug doen. En dit is nummer 18. Dan mag ik de camera laten zien. Nummer 18. Auto 18. Auto nummer 18. Nou, het team kan aan de slag. We zoeken zo snel mogelijk contact dus met auto nummer 18. Alle vier pakken ze tegelijk de telefoon. Hey John, het gaat motregenen. Ja, als het motregenen, moet het regenen, zeggen ze wel. Ja. Nee, het regent gewoon een beetje, joh. Dat is toch niet zo. Het gaat echt hard regenen. Ja. Het gaat bij bakken uit de lucht vallen en in het noorden komt er misschien zelfs een vlokje sneeuw bij. Die blijft niet liggen. Oké. Als je wilt skiën, je kunt naar Zouwerland toe. Ik heb voorlopig even deze actie te doen. Ja? Ja, hij wil me al naar Zouwerland. We zijn net begonnen met de actie. Oh ja, ik kan dan gaan we even door. Ja? Hey, fijn, ik kijk even naar de andere kant. Er is nog geen telefoonverbinding, neem ik aan. Hey John, dan kunnen we nog even verder praten, want jij kan uren over het weer praten. Oh ja, ik praat me door hoor. Dat blijft het de hele week een beetje motregen, gaat het nog langer door? Nee, ik denk dat de atmosfeer eindelijk een beetje tot rust komt. Het is een heel gek jaar, met alsmaar stormen achter elkaar. Veel dat stormen. Heeft iedereen gemerkt. Ja. Heel veel schades ook in Nederland. Was er bij jou zelf ook wat ingewaaid met die orkaan? Nee, er is niks ingewaaid. Er is hier een stukje van het dak afgegaan en dat hebben sommige mensen gewerkt. Maar ik heb er zelf niet zo gek veel van gemerkt. Ik heb de mensen gezegd van jullie moeten hier in huis blijven. Ja. Het stond me heel raar aan te kijken, hier in huis blijven. Ik zei, je gaat er niet uit. Nee. En toen luisterden ze naar me. Vond je dat niet raar? Ja, dat vind ik heel erg goed. Is er inmiddels al telefoonverbinding? Want het is een live programma zoals je weet. En, jongen, je hebt me in de zenuwen laten zitten. Oh? Hey, waar rij je? Nou, ik rij hier nu in het zuiden van het land. Ja. En we zitten hier in een plaatsje. Ja, vertel op waar je zit. Het zuiden van het land. Want ik zie een beetje dat het Brabant moet zijn. Kan dat kloppen? Dat klopt, Brabant. En, ja. Ik zit nu in de stad die ze in de tijd van de carnaval de Kruikenstad noemen. Ja. In Tilburg. In Tilburg? Ja. Oh, in Tilburg. Mensen in Tilburg met vieren op een raam. Wat heb je gezien vandaag? Veel vieren? Nou, ik heb wel niet zo heel veel vieren gezien, maar wel een heleboel rare vieren. Ik heb een hond met de vieren omgehangen gezien. Ja. Vieren van zwart papier, maar het meest populaire vierenplakmiddel is eigenlijk de closetrol. Laat het hem vertellen, ja. Heel veel closetrollen met, of tenminste papier. Ja, het is een beetje Nederlands, hè, met je closetrollen. Ja. Dacht ik wel. Hey, je zit dus in de plaats Tilburg. Ja. Heb je een favoriete straat? Waar rij je op dit moment? Nou, we rijden dus nu voor de Pelikaanhal. Dat is de grote kunstijsbaan bij het Wilhelminapark. Ja. En even kijken, ik zie hier de... Zeg maar niet zo, maar het zal wel. Ja, de minister van Zonstraat. Ja. Ik rij even door, en de minister Mutsertstraat. Dus mensen in de minister van Zonstraat of de minister Mutsertstraat? Die komen dus in aanmerking. Nou, dat zou kunnen, ja. Ja, dat lijkt me fantastisch. Nou moeten we dus heel snel een verbinding zoeken, want er moet een cameraploeg naartoe. Jij blijft daar aanwezig, hè? Ja, zeker. Akkoord. Dan ga ik opnieuw even ophangen en zo snel mogelijk daar een cameraploeg naartoe dirigeren. Oké. Ja? Ja. Hey, de groetjes en dan zien we elkaar dan straks. Maar dan met beeld zie ik ook hoe je eruit ziet. Oké, dag. Doei. Nou, dan moeten we even wachten of ik verbinding krijg met de straalverbinding. We hebben 8 mobiele straalverbindingen en we hopen dan maar dat zo snel mogelijk een telefoontje krijgen. Het is allemaal heel spannend. Kijk, hoe bestaat dat? Nummer 1 keer gaat het wel goed. Hallo? Hallo Henny Huisman, RTL Veronique, zet hem op 4 show. Ja, dag. Je spreekt met Tim Nijsink, de Brabantse ploeg dus. De Brabantse ploeg, gelukkig. Ja. Hey, jullie moeten naar de... ben die straat even kwijt.
De minister van Sonstraat of de minister Musetstraat. En dat schijnt bij de Pelikaanhal te zijn. Ja, maar waar? In, ja, oh, dat heb ik al vergeten te zeggen. In Tilburg. Oh, in Tilburg. Waar rij je op dit moment? Nou, wij zitten op de A16. We rijden zo'n beetje rond Breda. Zo, ja. Roosendaal. Dan moet je met een noodgang daar naartoe. Zo. Met een noodgang dus naar in de buurt van de Pelikaanstraat. Ja. Daar is de minister van Sonstraat en de minister Musetstraat. Minister. Daar moet je naartoe, want daar zijn heel veel vieren gesignaleerd. Ja, ja. Denk je dat dat lukt? Ja, is er nog iets bekends in de buurt of zo? De Pelikaanhal, een grote hal. Die Pelikaan is een ding met vissen erin en zo. Weet ik veel, rij maar heen. Het wel uit. Vraag maar, informeer maar. Ja, oké. Ja? En neem een camera mee, misschien wel geinig. We zitten al volgepakt. Ja, oké. Goed. Oké, veel succes, tot straks. Ja, nou, dames en heren, het is een beetje paniekerig, maar het is tot stand gekomen. Althans, we hopen maar dat we straks beelden van hebben. En we gaan snel terug naar Diebertje Blok. Het Zet'em op 4 spel dus in de Zet'em op 4 show. Straks meer over dit spel, maar het is nu hoog tijd voor wat muzikaal vuur op 4. Een vrouw, een zangeres, die al ruimschoots haar sporen verdiend heeft in de muziekwereld. Met bijzondere hits als The Caravan Song en natuurlijk het schitterende duet wat ze zong met Elaine Page in de musical Chess, I Know Him So Well. Ze heeft nu een nieuwe LP-CD uitgebracht, Coming Alive Again heet die. En daarvoor gaat ze een nummer zingen. Dat werd ooit door John Farnham gezongen en heet You're the Voice. Maar dames en heren, vanavond is zij The Voice. Hier is Barbara Dick. Hallo, dit is mijn televisiehuis de komende maandag. Jullie even mee om te kijken? Laat de deur goed voor hem open. Gek is dat, hè? Zo'n lege studio. Die heeft hier al die maanden gestaan vanaf oktober. We gaan dus nu iedere zaterdag en iedere zondag uitzenden. 'Smiddags van 4 tot 6. Kijk nou, die lege tribune. De bovenste rij moet je opletten. De eerste zaterdag komen hele bijzondere mensen te zitten. En wat ik natuurlijk ook heb, is een prachtige vleugel. Ik kan me toch niet voorstellen dat ik een programma zou hebben waar geen piano in gespeeld zou worden. Maar speel een leuk mopje, joh. Dat is toch niks te stemmen, hè? Kijk, dit is mijn plek. Hier komen leuke gasten. Dankjewel, Bert. Bijzondere gasten komen hier. En weet je wat we ook doen? Daar verheug ik me intens op. Iedere zaterdag hebben we een alleenstaande man of vrouw in de aanbieding, zal ik maar zeggen. En die gaan op onze kosten eten met een partner die kan bellen. En dan op zondag komen ze samen terug en dan gaan ze ons vertellen of het wat wordt of niet. En hier op dit podium treden natuurlijk onze muzikale gasten op. En iedere zondagmiddag aan het begin van het programma, zo 4:05, talentvolle kinderen. Je voetstappen, je hoort alles. Mijn zuster is normaal gesproken heel lawaaierig, maar nu staat ze heel zoet in de keuken. Want iedere zaterdagmiddag hebben wij hier een bekende kookgast die in ieder geval hele lekkere dingen maakt. En misschien zondag ook nog wel wat lekkers, maar zaterdag is voor ons heel bijzonder. Iedere zaterdagmiddag dus van 4 tot 6. En ik wilde maar even zeggen, nu wordt het pas echt gezellig hoor, het weekend.